Mijn volgende gast is misschien wel dé minister van Buitenlandse Handel. Ze shined het afgelopen jaar veelvuldig in de Zondag met Lubach-items over TTIP, het omstreden handelsverdrag dat de Europese Unie en de VS willen sluiten. Wij maken ons zorgen over de gevolgen van dat verdrag. Op de valreep van 2015 komt ze eindelijk zelf langs om mij gerust te stellen. Hier is minister voor Buitenlandse Handel, Lilianne Ploemen. Hoi. Welkom. Ja, dankjewel. Wat leuk dat u er bent. Ja, leuk om hier te zijn. Ja, wij moeten het hebben over TTIP natuurlijk. Allicht, wat anders. Ja, voor de mensen die denken, wat was dat ook alweer? Ik heb hem alles eerder proberen samen te vatten wat TTIP was in 30 seconden. Dat kunnen we natuurlijk niet helemaal laten zien, dat is een beetje te lang. Dus we hebben dat weer samengevat in 28 seconden. Mijn tijd gaat nu in. Goed, stel, in Amerika maakt iemand lippenstift. De lippenstift kan die daar lekker goedkoop produceren. Om die lippenstift ook in Europa te kunnen verkopen, moet die Amerikaan invoerrechten betalen en voldoen aan onze regels. Daardoor wordt het een stuk duurder, want de lippenstift moet ook opnieuw voor Europa worden getest. Maar met TTIP hoeft dat niet meer, omdat de lippenstift al in Amerika is getest. Met TTIP gooien we dus onze eigen strenge regels op het gebied van veiligheid, gezondheid, etc. dus overboord. Alleen maar om de handel met Amerika makkelijker te maken. 28 seconden. Ja. Het is toch heel helder? Het klopt alleen niet wat je vertelt. Eén, lippenstift in Europa die mag niet getest worden op dierproeven. Dus als de Amerikanen dat wel doen, dan kan die Europa niet in. Ook niet met TTIP. Nee. Omdat we niet willen dat standaarden verlaagd worden. En twee, het is juist voor Nederland, een land dat heel veel exporteert, goed om meer mogelijkheden te hebben om naar de Verenigde Staten te exporteren. Ja. Dus meer export voor ons, lagere prijzen voor onze consumenten. Maar de standaarden die blijven hetzelfde. Dit was 29 seconden, heb ik toch gewonnen. maar nu zegt u dat de dierproeven in Europa, producten mogen niet getest worden op dieren in Europa. Alleen dan komt TTIP dus wel om de hoek kijken. Want dan mag een Amerikaans bedrijf zeggen, ja, maar ons product kan daar dus niet worden verkocht. En dan treedt dat die speciale rechtbank in werking, de ISDS. En dan kunnen ze Nederland claimen omdat ze hier niks mogen verkopen. Ook dat klopt niet. Wat er gebeurt is als bedrijven investeren bijvoorbeeld in Nederland en die vinden dat Nederland hun rechten schendt, dan mogen ze naar de rechter. Maar dan worden ze beoordeeld op Nederlands recht. Maar dat gaat dus niet over het verkopen van spullen, maar dat gaat om het investeren in bijvoorbeeld fabrieken. Als dat nou, als men vindt dat men oneerlijk behandeld wordt, dan kon er in het verleden een beroep worden gedaan op die rechtbank. Nou, meer dan 28 seconden, sorry. Nee, dat maar het klopt niet en dat is maar goed ook. Ja. Dat is maar goed. Dus u garandeert dat ISDS, dat wij niet grote claims gaan krijgen als staat om producten? Wij willen dat ISDS garandeert meer u dat? Dood en begraven. Ja, er komt een heel ander systeem. Dat tegemoet komt aan alle wensen en zorgen die niet alleen mensen in Nederland hadden. We willen iets anders. Nu is ISDS in TTIP veranderd. Nu is er ook nog zoiets als... Dat moet nog gebeuren. Moet dat nog is gebeuren. Het voorstel van Europa. Ja, want TTIP wordt nog uitonderhandeld. Zo is het. CETA niet. Klopt. CETA is over and done with, dat is beklonken. En CETA, voor de mensen die dat niet weten, dat is eenzelfde soort verdrag, maar dan met Canada, waarop de bedrijven die Nederland kunnen aanklagen alsnog zeggen, nou, dan doet mijn vestiging in Canada toch. En dan hebben we... CETA is gewoon een omweg van TTIP. Ja. Dus u kunt nog wekenlang zeggen dat TTIP is veranderd, maar als CETA er is, dan schieten we het niks op. Het klopt dat het verdrag met Canada uitonderhandeld is, maar we spreken nu wel nog over die speciale investeringsbescherming. Omdat in CETA zit al een verbeterde vorm. Maar ik heb afgelopen zaterdag nog uitvoerig met mijn nieuwe Canadese collega gesproken en zegt, nou joh, die verbeterde vorm is echt wel een grote stap vooruit. Maar laten we toch nog eens even kijken of we het niet verder kunnen verbeteren. Dus transparanter maken. En zij voelt daar wel CETA voor. Dus CETA gaat weer open? Nou, het gaat niet open, maar er zijn wel mogelijkheden om het er nog eens over te hebben. Om het maar een beetje juist te zeggen. Dat is een heel politiek antwoord. Nou, weet je waarom ik dat zeg? Kijk, als je ik heb verdrag... geen roze jurk aan, maar het is wel een combinatie van wit en rood. Ik heb niet... Ja. Ja. U voorspelt dat CETA op het gebied van de ISDS nog aangepast gaat worden. Zeker. Kunt u daar even een handtekening onder zetten? Zeker. Heb hier... CETA wordt aangepast. Gepast. Groetjes.
Ploem. Ik doe even snel, want er zit een hele zaal te wachten. Ja. En hier even uw handtekening. Alsjeblieft. Ja, dankjewel. Ja. Het staat heel wat anders op. Ja. Ik zie dat u net getekend heeft dat u bij mij oud en nieuw komt vieren. Maar nu vind ik het toch, ik vind u wel erg optimistisch. Want mijn visie is in die zin, je hebt twee partijen die onderhandelen. De ene partij heeft wat hogere standaarden. Ik zou zeggen dat wij dat hebben. Amerikanen onderhandelen we mee, die hebben iets lagere standaarden. Overal waar onderhandeld wordt, kom je in het midden uit. Het idee is dat we elkaar in het midden gaan bereiken, niet door het verlagen van standaarden, maar door af te spreken wat is de standaard. En Europa vindt, we hebben gewoon een aantal op het gebied van voedselveiligheid. We willen echt helemaal niemand aan tegemoet komen, want dat zijn prima standaarden. Maar dan gaan we praten over, kunnen we dan elkaars testen bijvoorbeeld accepteren? En we moeten dat is toch vreemd, want we hebben niet voor niets met z'n allen gezegd, dit zijn onze testen, dit vinden wij belangrijk. En zij zeggen dat daar. Ja, maar we hebben bijvoorbeeld een bedrijf dat fietshelmen maakt. Een klein bedrijf. Die moeten de test in Europa ondergaan. En dan moeten ze, als ze naar Amerika willen exporteren, moeten ze het nog een keer doen. Ja. En het is alle twee even veilig. Dus laten we dan afspreken, wij accepteren jullie test en jullie accepteren die van ons. Het is echt, dat heeft Cecilia Malmström, de eurocommissaris, ook gezegd. We willen geen standaarden verlagen, maar we willen het wel eenvoudiger maken. Garandeert waar u het dat kan. De standaarden ja, niet worden verlaagd? Ja. Even kijken. Heb je een stapeltje? Ja, ik, Ploemen, ja, dit wordt weer heel lang. Ja. Garandeer, ja, sorry, jullie hebben wel even tijd. Garandeer dat de Nederlandse standaarden, voedselveiligheid, dierenwelzijn. Wow. Het wordt steeds beter, dit document. Veiligheid, dieren, welzijn, standaarden niet worden verlaagd, maar, dan moet ik er ook bij zeggen, dat er derhalve ook geen grote claims kunnen komen op basis van deze weigering om die standaarden te verlagen. Ja, die claims die hebben niet zozeer met die standaarden te maken, maar het antwoord is nee. Dus het kan niet zo zijn, nee, op basis van de afspraken. Op basis hiervan komen geen grote claims. Nee. Hiervan. Ja. Straks een woordvoerder erachter. Dit hadden jullie niet afgesproken. Ja. En hier even uw handtekening. Ja, dankjewel. Ja. Oh, dit wordt zo'n waardevol document. Ja, alsjeblieft. Dit wordt. Ja. Dit wordt volgend jaar de ploemendeal. Dan gaat het kabinet. Gaat het kabinet opvallen vlak voor de kerst. Dacht het niet. Dit zijn echt hele fijne dingen. Nee, maar weet je waar het op neerkomt? Is ook, wij zijn niet zozeer denken dat u probeert de Nederlander te bedonderen. Het is alleen zo geheim. We komen er niet bij. We mogen die dingen niet inzien. De mensen die het mogen inzien, mogen het niet aan experts laten zien. De enige die het mogen zien is een paar politici en grote Amerikaanse bedrijven. Vindt u het gek dat iedereen zich zoveel zorgen maakt? Nee, dat vind ik helemaal niet gek. Maar er is wel veel meer openbaar gemaakt de afgelopen 8 maanden dan in de jaren daarvoor. 8 maanden, dat was precies onze eerste uitzending. Ik denk dat het daarmee te maken heeft. Nou, heel goed, ja, tuurlijk. Nou, dan heb ik nog een verrassing voor u. Het leek me leuk om het af te sluiten, om toch een soort van verbroedering op het laatst. Ja. We hebben toch een aantal keren misschien tegenover elkaar gestaan, gevoelsmatig. Laten we een kerstdineetje houden. Leuk. Vindt u het goed? Ja. Laten we naar de tafel lopen en dan zullen we kijken hoe het afloopt. Gaat u ja, lekker zitten. Ja, dankjewel. Wat denkt u dat er onder het ding zit? Nou, ik hoop iets vegetarisch. Ja, dus geen gloorkip. Nee. Nee, oké. Die hadden we ook al opgegeten. Ja, die hadden wij opgegeten, ja. In een hot tub. Ja. Kijk mijn uitzending terug als je er niks van zegt. Ja. Porto, ik wil iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan mijn onmetelijke succes als dier van het jaar 2015. Mijn vaders, mijn moeders, mijn rechterhand, Jochem. Sal, dankjewel. Oh, Arjen, mag ik nog één ding zeggen? Nou, nog één ding dan. Bedankt voor die bloemen! Ja, hartstikke leuk. Sal, allemaal in de public en minister Bloemen! Dankjewel. Dankjewel. Pas op voor het opstapje. Hoi, ik ben Arjen Lubach. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal.